Een filosofisch gesprek moet worden opgebouwd. Een gespreksleider kan het gesprek op gang brengen, structureren en naar verdieping brengen. Globaal omvat een filosofisch gesprek 4 fasen. Een openingsscenario, een vervolg- en een verdiepingsfase en een afronding. Het openingsscenario is een gezamenlijk startmoment. Een activiteit, het bekijken van een film, een kunstwerk, een voorstelling, het lezen van een verhaal of het uitvoeren van een experiment. In deze fase maak je de eerste ideeën los. Wie heeft er wel eens gehoord van filosoferen? Wow, nog niemand. Nou, aan het eind van de les, dan weet je precies wat het is. Filosoferen is eigenlijk dat je iets gaat onderzoeken. Dat je na gaat denken over iets. En dat doe je niet in je eentje, dat doe je met de hele groep. En in dit geval gaat het over een speciaal gedicht. Het boekje staat vol met allemaal korte verhalen en gedichten. En die gaan allemaal over iets bijzonders. Er is er een over een bijzondere juf. Er is er een over een bijzonder jongetje. Er is er een over een bijzonder meisje. Maar er is er ook één en die ga ik jullie voorlezen. En jij had het al een heel klein beetje gezien, hè, net. Die gaat over een... Leeuw. Een leeuw. De grootste leeuw van Blijdorp wou ineens niet meer naar buiten. Hij had zijn eigen spiegelbeeld bekeken in de ruiten. Mijn haar zit door de war, riep hij. Ik loop gewoon voor gek. Ik wil mijn manen in de krul van voor tot in mijn nek. Toen ging de hele dierentuin op zoek in Rotterdam. Naar de dapperste der kappers. En die vonden ze. Hij kwam. Met 36 scharen en een krultang en een kam. Hij gaf de leeuw zijn krullen en een spoeling door zijn haar. Hij deed er nog wat gel in. Toen was de kapper klaar. De leeuw stapte naar buiten en daar liep hij pronkend rond. En iedereen riep dat zijn kapsel oogverblindend stond. Behalve dan 3 zeeleeuwen, een zusje en 2 broers. Die vonden al die krullen overdreven en platvloers. Maar dat kwam, ze waren eigenlijk verschrikkelijk jaloers. Ja, jij had het al, kende je het gedicht al? Nee, maar dan kon je een beetje raden, want het gaat rijmen. Dit is het gedicht, ja. Misschien zitten er woorden in die je niet zo goed kent, maar ik denk dat je er heel wat van onthouden hebt. Wat heb je ervan onthouden? Wie wil daar iets over zeggen? Jij was daar geweest, jij dacht, en heb je die leeuw gezien daar? Echt waar, en had die krullen? Nee, zat ze haar in de war? Nou, dat was voordat die kapper er was. Het filosoferen begint met 1 duidelijke onderzoeksvraag. Nou heb ik eigenlijk wel een vraag, want dat is natuurlijk, als je dat nou zo hoort over zo'n leeuw, dan denk ik, ja, dat is natuurlijk niet zoals de leeuw in Blijdorp er meestal uitziet. Dus mijn vraag aan jullie is het nou, en dan mag je even over nadenken over die vraag, en nog niet gelijk antwoord geven, dus de vingers mogen even naar beneden blijven. En is de vraag is het nou bijzonder dat een leeuw krullen wil? Vingers. En wie zegt, nee, dat is eigenlijk heel gewoon. En wie zegt, ik weet het nog niet. Kijk eens, nou, dan zien we al dat heel veel denken dat het wel een beetje bijzonder is. Wat is er dan bijzonder aan dat die leeuw krullen wil? Wie zou daar wat over kunnen zeggen? Krullen. Vertel eens. Nee, want leeuwen hebben geen krullen haar, maar hebben rode haren. Ze hebben gewoon van die rechte haren. En is het dan bijzonder dat hij krullen wil? Nee, dat wil een leeuw nooit. Dat wil een leeuw nooit. En dat is eigenlijk, dus dat deze leeuw het wel wil, is wel bijzonder. Omdat leeuwen dat nooit willen. Dat is eigenlijk wat je zegt, hè? Ik schrijf af en toe even op wat jullie zeggen, want dan kan ik het onthouden. Dus het is bijzonder omdat leeuwen nooit krullen
willen? Leeuwen eigenlijk nooit naar kappers gaan. Leeuwen gaan. Het is ook bijzonder omdat leeuwen nooit naar kappers gaan. In de vervolgfase komt de dialoog tot stand. De eerste ideeën worden verkend en genoteerd. Het gesprek kan nog alle kanten uitwaaieren. Maar wanneer is eigenlijk iemand bijzonder? Dan mag je even over die vraag. Wanneer is iemand bijzonder? Dan mag je even in je tafelgroepje zachtjes overleggen. Zo zachtjes dat de andere groepjes het niet horen. Wanneer is iemand bijzonder? Vertel. Een prinses is heel bijzonder. En waarom is een prinses bijzonder? Vertel eens. Heel mooi. Een prinses, want die is heel mooi. Ik heb nu, als ik zo hoor, ik heb al staan, wanneer is iemand bijzonder? Als hij iets doet wat hij nog nooit heeft gedaan. Als hij iets doet wat hij eerst nooit gedurfd heeft. Als iets stoer is. Als iemand iets heeft wat niemand anders heeft. Of als iemand heel erg mooi is, een prinses misschien. In de verdiepingsfase focust het gesprek zich op één aspect. Daarin vindt filosofische verdieping plaats. Het gaat om het zoeken naar begrip en betekenis. Dat kan op verschillende manieren. Wanneer is iets bijzonder en wanneer is iets raar? Of een leeuw naar de wc moet. Nou, weet je wat, als je het nog niet helemaal weet, is het niet zo erg, want dan kan je luisteren naar de ideeën van anderen. Ja, dat sommige mensen zeggen dat een leeuw de baas is. Mooi, jij zegt ik vind het een beetje raar, dat sommige mensen zeggen dat de leeuw de baas is. Van de dieren. Van de baas van de dieren, maar dat vind je eigenlijk een beetje raar, want... Want, vertel eens, waarom vind je het een beetje raar? Bij de afronding kijk je terug op het gesprek. Wat heeft het gebracht? Ben je er wijzer van geworden? Wat is waardevol om vast te houden? We hebben nu echt een stukje gefilosofeerd. Met elkaar heb je nagedacht. We zijn begonnen. Als je nu terugkijkt wat we hebben gedaan. Waar zijn we mee begonnen? Steek je vinger op als je het wil zeggen. Waar zijn we mee begonnen? Wat hebben we als eerste gedaan? Ja, een gedicht voorgelezen en daar hebben jullie naar geluisterd. Waar ging het er nou over? Over een leeuw die krullen had. Over een leeuw die krullen had. En toen hebben we het erover gehad of dat bijzonder is. En daar hebben jullie van alles over gezegd. En dat heb ik opgeschreven. En als je nu terugkijkt, heb je ooit zo nagedacht over bijzonder? Nooit voor mijn leven. Zo had je nog nooit voor je leven zo over nagedacht? Dat je nog nooit gedacht had dat je zo samen kon denken. Nou, dat vind ik wel een heel mooi, hele mooie uitspraak. Dankjewel.